We mogen zondag ook weer vuurwerk verwachten. God, dat is trouwens een woordgrap die ik niet bedoelde. No pun intended, maar op twee manieren kunnen we vuurwerk verwachten op 14 juillet. Ik ga deze gebruiken als een teasertje voor deze video. Ik vond hem erg sterk. De zwaarste klim van de dag eigenlijk, ja, ging je net even te halen. Dag dames en heren, wij gaan het niet hebben over een voetbalwedstrijd. Maar we staan wel in het stadion van Saint-Étienne. Dat is toch een mooie locatie. De finishplek van de zaterdag en ook de startlocatie van de zondag. Zullen we er een Frans tintje van maken, Daan de Ridder, van deze vooruitblik? Nou, dat hebben de renners al gedaan eigenlijk. Ja. Hè? We liepen hier net door de Salon de Michel Platini. Want die heeft hier furoren gemaakt eind jaren 70, begin jaren 80. Maar... die is natuurlijk een klein beetje van zijn sokkel gevallen als Franse held. Ja. Maar de nieuwe Franse helden, of in ieder geval de Franse helden van de afgelopen dagen, zijn natuurlijk Julien Alaphilippe. Hij was al de eerste Fransman in de gele trui sinds 2014. En hij zat weer op zijn terrein, dus hij viel weer aan. En deze keer kreeg hij zowaar een Fransman in zijn wiel. Thibaut Pinot, die geeft ook een hele goede indruk deze eerste week. Ze staan nu eerste en derde in het klassement. Zeker met Pinot mogen de Fransen... dromen van misschien toch een opvolger eindelijk van Bernard Hinault, 1985, winnaar. Ja. En als ik de drukte zag bij de bus van Groupama FDJ, de ploeg van Pinot, dan zijn er een heleboel Fransen die daar inderdaad van dromen. Het is zondag 14 juillet, Daan. Ja, nou ja, dat betekent altijd al veel voor de Fransen in de Tour. En nu hebben ze voor het eerst, voor het eerst sinds 2014, voor de derde keer deze eeuw, een Franse renner in het geel. Het mag wat betekenen. Thomas Verclaire deed twee keer deze eeuw. En Tony Gallopin deed dat 5 jaar geleden ook. Ja. Ik denk dat Alaphilippe daar wel van gaat genieten. En misschien kan hij toch ook wel weer voor een ritzege gaan. Hè? Want 2 jaar geleden was dat. Warren Barguil deed dat voor het laatst. Een Fransman die wint op 14 juillet. Maar ja, we hebben weer een parcours waarvan je denkt... Ja, Alaphilippe kan wel weer eens even zo'n machtige aanval gaan plaatsen. Laten we eindigen met de etappe van zondag. Ik moet zeggen dat ik zaterdag een hele gekke dag vond. Want Bauke Mollema zei zelfs tegen mij, ik vond het echt een van de zwaarste etappes. Dylan van Baarle precies hetzelfde. De zondag, is dat een beetje identiek eraan of minder zwaar? Nou ja, ik weet niet precies hoe het verschil in hoogtemeters is. Maar het is toch weer redelijk op en af. Ja. Er zit in ieder geval wat minder gecategoriseerde klimmetjes in. Ik geef je gelijk. Op papier lijkt het iets minder zwaar, maar het blijkt, als je leukere parcoursen neerlegt, dat je ook leukere koersen krijgt. Ja. En we mogen zondag ook weer vuurwerk verwachten. Dat is trouwens een woordgrap die ik niet bedoelde. No pun intended, maar op twee manieren kunnen we vuurwerk verwachten op 14 juillet. Ja, wij gaan afscheid nemen, dames en heren. We gaan uitkijken naar de zondag. En dat doen wij met woorden van Bauke Mollema. En hij had het over hoe hij de eerste week in de Tour beleefd heeft. Dag. Nou, op zich redelijk goed. Wel goed doorgekomen en wel redelijk tevreden over de benen. Ik wist na de Giro niet echt waar ik zou staan. En dat is eigenlijk redelijk goed gegaan. En hopelijk kan ik dit doortrekken straks ook naar de Pyreneeën.